Goedendag, welkom bij weer een nieuwe vlog. Wat leuk dat u er allemaal weer bent. Dat u allemaal een duimpje doet en abonneert en deelt. Hartstikke leuk. Gisteren zijn we onverwachts toch nog naar Zalakros gegaan. Het plaatsje waar ons hele avontuur ooit begonnen is natuurlijk. De plaats waar we iedere keer dat huisje huurden voordat we ons huis hadden. En dus dat was hartstikke fijn. Het was weer de verjaardag gisteren van mijn overleden hartvriendin. En dat blijft toch altijd een beetje moeilijk. En 2 jaar geleden had ik van tevoren al gepland om naar Zalakros te gaan. En nu had ik er dus niet op gerekend dat ik het toch zo moeilijk mee zou krijgen. Dus uiteindelijk zouden we boodschappen gaan doen. Dan hadden we eerst even wat gegeten bij de Tesco. En uiteindelijk had Paul zoiets van, nou, als we nu weggaan, dan zijn we dan 2 uur en dan dat kan nog wel. Dus toen zijn we uiteindelijk toch die kant op gegaan. Even heerlijk bij Chris Balaton gezeten. En daarna dus door naar Zalakros zelf. Gewoon een trip down back on memory lane. Dat is ontzettend fijn. En daardoor hebben we alleen niet zo heel veel gedaan. Het was geloof ik 9:15 voor we terug waren in Zomerdor. Eventjes gelijk toen de bomen de flessen geven. Water wel te verstaan. Paul zegt altijd, uit de moederborst komt hier alcohol. Maar uit de kraan komt gelukkig gewoon water. En dus dat heb ik dan even gauw gedaan. Verder kon er bijna gelijk het bed in. En vandaag weer heel erg druk bezig geweest. We gaan even een rondje maken. De vloer is er op een paar tegels na. Nu toch echt helemaal uit. Oh, die heeft Paul geloof ik al even nog losgehaald ook die tegels. Dus die is er nu echt helemaal uit. Dit zijn allemaal tegels die er gewoon nog uit moeten. De kachel moet er nog uit. Dat wel. Het leem wat op de tegels lag in het midden. Die hebben we aan de kant gegooid. En dan gaf een partij stof. Dat is niet normaal. Maar oké, het is gelukt in ieder geval. Gisteren had ik er ook al een stuk van gedaan. Maar ik ben dus vandaag verder gegaan. Dat ik gisteren natuurlijk, zei ik al, 's middags niks heb gedaan. Maar 's morgens dus nog wel. En vandaag dus de rest daarvan. En Paul is nu nog bezig met het uitzetten van het terras. Die heeft net een stukje gemaaid met elektrische maaier. Maar Paul heeft ook nog veel meer gedaan, net als ik. Laat maar zien, waar ben je? Op aan die kant heb je hem staan, oké. Okay. Hier gaat hij. En dat heb je hier op de grond in elkaar getimmerd, hè? Ja. En toen heb je hem zo opgepakt en daar geplaatst. En even die uitgemeten waar ze zitten. Oké, even de takken eerst gesnoeid. Anders ja, kon er moest wel herder wat gesnoeid worden, ja. Alleen, we moeten hier misschien nog een stukje bij, want hier zit ook weer de gevel van het huis. Maar hier kun je echt niet tussendoor, dat is zo klein. Ja. Maar dan moeten we even kijken hoe dat oplost. Maar dat zijn een beetje vanaf wanneer de buren klaar zijn met die muur. Want ze hebben het hek er ook weggehaald, hè? Oké. Dus laten we dit zo zitten, kunnen we in ieder geval de poort erin maken. Ja, precies. En die komt dan op... Dit boompje heb ik vanmorgen ook bevrijd van onkruid. Alleen eromheen. Ik moet nog even een beetje wat doen. En deze boom staat ook weer vrij. Gelukkig. Een mug in deze hoek. Ook dit boompje staat weer vrij. En verder heb ik dit vandaag gerooid aan brandnetels zijnde. En begint er een soort van pad weer te komen. Ik probeer het er met wortel al uit te trekken, maar dat lukt niet bij allemaal. Maar ik knip ze af tot ongeveer die lengte. En dan daarna... dat was een mug. En daarna probeer ik het er dus uit te trekken. Alleen ik zit onder de bultjes. Want ik heb wel iedere keer varkensleer handschoen aan. En dan komen ze niet door. Maar wel natuurlijk kunnen ze vallen op de onbedekte lichaamsdelen. Ja. Ik heb tegenlicht. Wacht even. En ik word geplaagd door de muggen. Nou ja, oké. Okay. Ik zou zeggen, tot zover weer deze update. Dus laters.